Nou, welkom. Hier is onze eerste schetstutorial. En ik wil even praten over de problematiek van het ontwerpen van apparatuur met elektronica en zo. Daar heb je meestal user interface met een LCD-display en heel strakke vormen en toetsen, heel fijne randen. Ja, als je schetst iets met een volume en echt een massieve product, dan heb je dat veel makkelijker. Maar hier heb je heel vaak heel dunne lijnen naast elkaar. En ja, je hebt geen passer en allerlei schablonen in je hand gebouwd. Dus ja, nou, hoe lossen we het probleem op? Ja, laten we beginnen eerst een ronde apparaat. Nou, de basis is wat ik altijd leer bij schetsen, dat probeer niet langzaam te tekenen. Want als je langzaam tekent, dan ook als je een redelijk goede cirkel probeert te tekenen, omdat je langzaam bent. Ja, je handen permanent corrigeren de lijn en dan krijg je een beetje krukkelijke lijn. Ja? En als je hebt een product inderdaad met een beetje dikker massa dan van vreemde vorm, dan valt het niet zo erg op. Is minder erg, maar ja, bij een apparatuur is het al niet de bedoeling. Ja? Dus wat veel belangrijk is dat de lijn vloeiend is en dat die dynamiek heeft. Dus in plaats van proberen gewoon ergens iets tekenen, begin je altijd met de cirkel en ga je hand zo ronddraaien. En wanneer het super loopt, dan zet je gewoon je pen neer. En dan zie je dat het een redelijk mooie iets is geworden. Ja, je kan meerdere oefeningen doen. Dan misschien de tweede keer lukt het beter of de derde keer nog beter, dat weten we niet. Maar ja, dit is een goede oefening om te beginnen. Ja? Maar ja, ook als het niet zo perfect is, dan hebben we nog oplossingen om verder goed te maken. En eigenlijk hier kun je best aardige tekeningetje van maken. Stel je voor dat dit is een apparaat dan en een rond apparaat. En de hele voorkant is een display en dan heb je ergens toetsen nodig. Nou, wat heel vaak rarer uitziet als je hebt een apparaat, dan zit je dan in het midden zo'n vierkant display. En dan heb je heel rare vormen die hier botsen. Hier wordt het heel dun en hier is het heel breed. En daardoor, ja, de twee vormen botsen met elkaar. Daarom vaak zetten ze daar een afronding op. Maar ja, dan heb je nog steeds een soort van probleem daar. Want ja, iets daar opgezet is en het is niet een mooi geheel, weet je. Dus anders als je bijvoorbeeld een ronde iets, dan zet je een ronde knop op. Van, dan heb je twee keer dezelfde vorm en dat is een mooie combinatie. Maar dit werkt niet zo goed. Dus daarom heel vaak wat er wordt gebruikt. Dat is een glas of zoiets, of een plexi, polycarbonaatplaat boven het display. En daarmee visueel verhogen ze het gevoel van het display. Dus je hebt, dit is de display en zetten ze dan zo een plaat daarvoor. Ja, en dat wordt dan het display. En dan bij schetsen, dat hoef je helemaal niet, want het display is donker meestal. En dat zie je dan niet. En dan zou je kunnen voorstellen dat dit wordt met display gedeeld en dit wordt met toetsen. Ja, wat ik nog altijd aanraad, dat als je iets schetst, dan ga je ook niet. Nu dat heb ik een mooie dynamische cirkel getekend. En dan teken je daar een zo'n langzame toets daarin of zo. Dus let op dat je lijnen gewoon vlot zijn. Ja? En je kan het papier ook omdraaien. Dan ligt het lekkerder. En dan kun je ervoor zorgen dat je vlottere lijnen hebt. Ja? Hoe maak ik hier een display van? Ja, je moet een beetje detaillering toevoegen dat het een beetje op een display lijkt. En dan zet ik dan hier een bijvoorbeeld dit pijltoetsen. Kan je opzetten en ik kan een heel klein beetje schaduw kan je maken als je de pen zo, voor als je met een balpen werkt, zo doet. En die kan je oefenen elke keer een beetje, totdat het lekker gewoon een ingebouwde patroon van je handen hoort. Kun je zo'n overgang maken. En dit is dus wat je vaak ziet op een display. Dat soort van reflecties van het licht van de omgeving. En dan begin ik het hier een beetje aandrukken. En ik moet helemaal niet door de hele display heen. Als ik maar hier een beetje zet. Van de andere kant terug. Dan krijg je meteen het gevoel dat het een beetje displayachtig is geworden. Ja? En hetzelfde kan je maken bijvoorbeeld als ik wil dat hier ik het gevoel heb dat hij een beetje rand heb. Dat niet helemaal bij de lijn, maar net een millimetertje daarnaast. Ga ik een beetje zo inkleuren de toets. En dan zie je dat hier is een randje die een beetje gloeit. En dan hier eigenlijk ook. En dan zie je dat is echt een toets die een beetje tegenaan komt. En dan doe ik dat hier ook nog een keer. Ja? En ja, dan moet er nog iets opkomen dat het lijkt een beetje op een apparaat. En dan nou, laten we iets op de display zetten. En bij
bijvoorbeeld vaak heb zo'n thermostat in normale functie werkt als een klok. Dus laat ik dus zeggen, hier zitten we tijden bij. Bijvoorbeeld 12 uur. Oké, en probeer hier die dubbele lijnen te tekenen. Ik doe het ook een beetje niet zo goed nu, maar een beetje netjes. 22. Ja, probeer niet iets ingewikkelds te bedenken, want het is heel veel werk. En dan maak je één fout in en dan kan je de hele tekening opnieuw beginnen. Dus als je heel simpele dingen, kleine stukjes bij elkaar bouwt, dan kun je iets heel complex maken zonder dat je fouten maakt. Ja, als je één keer een ingewikkelde ding daarin wilt tekenen, dan wordt het ingewikkeld. Oké, en nou, we hebben nog hier vaak een zonnetje voor de overdag en maantje en dat soort tekeningen wat op een display ontstaan. En als ik maar een paar van die dingetjes daar opzet, dan voelt het meteen alsof ik naar een display van een apparaat zou kijken. Ja? Maar nu ziet het nog een beetje zo zielig op het papier. En dan, ja, wat je kan proberen, bijvoorbeeld een beetje schaduw daaronder te zetten. Of bepaalde lijnen te accentueren. Nou, als ik hier begin te accentueren, aan de buitenkant heb ik een lijn en dan zet ik een tweede naar. Dan ga ik weer langzaam overheen. Dat dan ga ik de lijnen een beetje kapot maken. Dus proberen we een beetje schaduw aan de onderkant te zetten. En dan kan je bijvoorbeeld de markers voor pakken. Hier is een C5 marker. En je kan het een beetje in die richting draaien. En proberen hieronder zo'n een half maandje te zetten. Want dat is iets wat je nog redelijk makkelijk kan. En dit kan je een beetje uitsmeren. Dat het niet een perfecte schaduw is. Want als het niet perfecte rand heeft. Dan ze zeggen, nou, die heeft een verkeerde schaduw. Maar als het een soort van abstract donkere vlekje is, dan heb je daar geen last van, ja? En dan kan je eventueel een nog donkerder tint gebruiken. Of iets om hier, kan ik nu wel proberen aan de onderkant, heel voorzichtig. Lijn het ook een beetje te accentueren. Hier is het minder opvallend als het niet zo perfect loopt dan boven. Maar ja, eigenlijk heb ik nu de verkeerde lijn geaccentueerd. Gaan we daarnaast. Oké. En dan pak ik een donkerder tint om de schaduw daar nog een beetje donkerder te maken. Zo, ja. Nou, en dan is het heel mooi gecorrigeerd, ja? Zo heb je een weergave van zo'n apparaat, ja? En als je hebt nog eventueel meerdere markers, vooral heel lichte tinten, bijvoorbeeld C1 kan je mee beginnen. Dan kan je ook zo'n trucje maken, of C2 is ook goed, dat je één keer om de rand heen. Het is bijna onzichtbaar. Dan pak ik iets van 3. Want dan is het echt zo onzichtbaar dat het echt onzichtbaar is nu. Oké, dit. Ja, kijk, dit is. Je kan altijd de kleur ergens uitproberen. En dan ga ik ook niet proberen perfect te volgen. Maar alleen zo omheen. Dan wordt het meteen een beetje. En dan krijg je net een beetje grijs tint. Waardoor het echt eruit ziet. Dan kan ik hier ook die randen een beetje grijs tintje maken. Dan heb je het gevoel dat het nog meer driedimensioneel is een beetje. En dan zet ik hier een beetje soort symbolische reflecties op. Ja? Kijk, en dan hebben we zo een mooie apparaat geschetst in no time. Ja? Ik maak ook zo'n kleine tekeningetjes waar ik bepaalde manieren van inkleuren ga gewoon uitproberen. En bijvoorbeeld hier, nu krijg ik ook een idee, heb ik nu hier al een klein sketchje gemaakt. Dan zou je ook hier kunnen kijken dat ze ook iets heel geks kunnen maken. Je hebt iets van buitenkant een display. Dan heb ik nu weer de ingepakt. Het is echt uitgedroogd bij mij. Pakken we de 3. Oké. En als je de randen, wat je hebt geschetst met de fineliner, overtrekt met de grijs, zoals ik heb gedaan, dan krijg je meteen een heel mooie schets. Oké, en dan ga ik hier een beetje reflecties opzetten. En nu doen we een beetje gek, want ik wilde eigenlijk de middenste toets. Dat we hebben in het midden de toets. Maar dat kan dat je hebt hier een vierkante display, maar omdat je de hele ding een beetje donkere glas opzet, dan heb je het gevoel dat het meer een volle, volledige iets gaat worden. En als je het scherm goed programmeren, de achtergrond is altijd donker, dan kan je helemaal in laten smelten. Ja, en dan hier dit zo bijvoorbeeld een of andere
scrollwieletje kunnen zijn. Als je wacht dat het even donker wordt, dan ga ik in de hele kant een beetje schaduw zetten. Dan kan je daarmee ook het gevoel geven dat het daar echt een duikje heeft. Ja? Dan ga ik hier de onderkant ook, nou draai ik om. Dan ga ik ook langzaam een beetje schaduw daarachter zetten. Eigenlijk de schaduw moet ook niet eens zo donker zijn. Dan werkt het al super goed. Zie je? Zo'n lichte schaduw is ook super schattig. En wat zetten we hier op de display? En dit wordt nu bijvoorbeeld 90 graden. Oké. Okay. Ja. Nou. Dit was dan stap 1. En dan de vraag, hoe maken we hier, wat je heel vaak kan doen, dat je zet hier bijvoorbeeld nog een onderaanzicht. Nou heb ik hier al iets getekend, maar nu doe ik het alsof het niet zo zit. Dat zie je vaak bij schetsen, kan je gewoon lekker over elkaar heen schetsen, dat blijft goed. En wat als designtechnisch een goed idee is vaak om je hebt iets van dik, dat je maakt alleen de bovenkant dik en daarna iets dunner. En dan in praktijk, je gaat meteen zien wat ik mee bedoel. Dan krijg je een, als je het ergens tegenaan ziet, dan krijg je meer zo'n schaduwrand. En de apparaat niet zo dik uit, maar veel luchtiger. Ja? Dus dit wordt in mijn geval de apparaat. Ja, goed. En dan pak je gewoon eerst de C3. En dan ga je om de rand dan heen. En volg je fineliner. En dit is een super goed effect meteen. En hier kan ik ook nog een keer onderdoor. En dan maak ik hier een beetje van de ene kant een beetje donkere stukje. En dit geeft jou meteen het gevoel dat het een beetje rond is. Dus je ziet het licht zo overheen vallen. En wacht ik even dat het droogt. Als het droog is, dan als ik nu nog een laag overheen doe, dan krijg ik daar een donkerder. Zonder dat ik een donkerder marker zou moeten pakken. Ja? En die donkerder zet je niet helemaal bij de rand, maar daarnaast. We hebben hier een beetje reflectie en dan ziet het er nog mooier uit. Het is mooier dan als ik dit helemaal tot de rand trek. Want je ziet dat daar weer een beetje licht terugkomt, ja? En stel je voor dat de bovenkant is bijvoorbeeld de aan de bovenkant heb je nog de display gedeelte. Dus dan zou ik hier een tweede lijn daarnaast moeten zetten. En ja, dat is een beetje te weinig ruimte daar nu om dat zo vlot goed te krijgen. Dus je kan ook bijvoorbeeld of een linie aanpakken, of nu heb ik die zijkant van de marker gebruikt om daar een perfecte lijn, rechte lijn te trekken. Ja? En dan maak ik deze bovenkant nog donkerder en dan zie je dat wordt daar de display gedeelte. Ja? En dan kan ik hier iets doen, dat het, ja, daar is de toets ook ingebouwd. Dus waarschijnlijk dan heb ik hier eigenlijk een klein beetje dubbele randje. Dat de toetsen kunnen daar toetsen, klikken bedoel ik, ja, oké, okay. Dan hier maak ik het helemaal donker, misschien is het toch beter nee, ik heb nu geen, hier is een marker, met de marker te doen, een beetje snel dat het niet alle kanten wegvloeit, de papier trekt de vocht weg, ja, en dan hier heb je meteen het gevoel dat het een indrukbare libretto's voor. Dus dit is dan die vooraanzicht en dit is dan van die kant. Ja, en ik kan ook hier projecteren, maar dat wordt min of meer dan hetzelfde. Dat heeft nu niet zo heel veel nut. Ja? Oké, dit was deel 1.